Vandaag gaan we vertellen over Chefetta als voorbeeld van een tafel indekken. En dat wil ik doen door middel van een mindmap te maken met jullie, om te kijken wat jullie daar zelf van weten. En ik denk nu in het vierde jaar zit dat je daar inmiddels wel wat van weet. Maar gewoon even puur om te checken en misschien heb ik dan voor jullie wat aanvullende informatie. En daarna wil ik met jullie servetten gaan vouwen. Eén servet gaan we vouwen in de vorm van een hartje, alvast voor Valentijnsdag. En dan mogen jullie naar keuze zelf nog één servet opbinden vouwen wat je zelf leuk vindt. En dat is ook belangrijk, want straks op je examen krijg je de opdracht om 3 servetten te kunnen vouwen. Dus het is belangrijk dat je ook 3 vormen zelf weet. Vandaag gaan wij er 2 maken, waarbij ik jullie dus 1 nieuwe aanleer. Daarna wil ik jullie nog een rekenopdracht geven. Dat is een individuele rekenopdracht. En dat is puur om jullie kennis te testen, maar ook om je alvast voor te bereiden op het examen, want dat kan daar ook ingevraagd worden. En dat mogen jullie individueel doen. Ja. Alles wat je over het servet weet, mag je gewoon roepen en dan schrijf ik het op. Maakt niet uit, niks is fout. Een doek. Een doek, ja. Het is wit. Linnen. Papier. Wit. Vouwen. Linnen, ik hoorde nog. Papier. Ja. Nou, papier. Kan je papier. Ja, ik koop papier. Dat is een vet heel goed. Morsen. Ja, ook een hele goede. Vouwen. Afwegen. Afvegen, hoorde ik dat? Ja, afvegen. Nou, schoot. En het servet. Als je nou tijdens het diner naar de wc moet, waar leg je je servet dan? Want dat heb je net op schoot. Onder je bordplaats. Op je stoel. Op je stoel. Gaan we naar het restaurant, maar ik weet het wel. Dan kom ik weer terug in het wijnglas. Mogen jullie om deze tafel komen staan? Weer weg. Ik ben, mag je nog even op je plek leggen, hè? Ik word zelf hoor, ik had nog zo'n binnen. Ja, want anders krijg je echt een hele puntje. Oh, moeten dat leden ook? Ja. Zo maar, ik zeg. Oh. Kees, kan jij van de kant gaan? Ik ga jullie nu laten zien. Marcel. Hoe je dat hartje gaat vouwen. Benieuwd. En dat zal in het begin wel even lastig zijn. Dus je zal een paar keer misschien verkeerd doen, maar daar kom ik je gewoon bij helpen. Ik laat gewoon nu even klassikaal de instructies zien, zodat je in ieder geval weet hoe je hem moet vouwen. Ik denk dat ik dat echt kan. Je vouwt hem dubbel. En het is belangrijk dat je die randen goed aanstrijkt. Belangrijk is ook voor de hygiëne dat je van tevoren even je handen reinigt met alcohol in de keuken. Dat heb ik van tevoren al gedaan, want de gast zit natuurlijk met zijn mond aan het servet. En als wij natuurlijk met onze nagel die randen gaan drukken en die gast zit daarna aan zijn mond, dan is dat ook... Oké, let op. Ik heb een vierkant gevouwen en nou vouw ik onderste rand naar het midden. Dan draai ik mijn servet om. Dan pak ik de rechterpunt. Vouw ik. Dit zat te lastig, ik weet het niet meer. Nou, ik kom je straks helpen. Kijk goed. De linkerpunt, die vouw ik ook naar het midden. Dan draai je hem om. Dan heel goed. Draai je hem om. Wat je hier dan heel mooi hebt. Zo'n insteek flapje. Dan kan je wat eens lopen eten of zo. Pak je deze punt. En wat je doet, is je fout. Let op bij Jens. Naar het midden. En wederom druk je het weer goed aan. Des te strakker je fout, des te beter die je model blijft. Dus pak niet dit hoekje en ga hem vouwen, maar pak de zijkant en breng dit naar het midden toe.
schrijven. Hè? Kijken. Dan pak je wel deze hoek. Even kijken. Dit flapje vouw je naar het midden. En dit flapje vouw je ook naar het midden. Dan deel je erin steken. Heel goed. Steek je hem in dat envelopje. Zo ver mogelijk. Zo ver mogelijk. En nu heb je een beetje een gek dingetje. Dat is een draaidoek. Maar wat ga je nu doen? Dit, die uitsteekseltjes, die maak je plat. Hetzelfde geldt voor deze. Een beetje een lastig punt. En je drukt ze plat. Hetzelfde geldt voor deze. Die steek je onder. Door die dikke stof kan je er goed onder schuiven. En als je hem omdraait, heb je een hartje. Niet elke servet, jongens, is evenwijdig aan elkaar. Dus het kan zijn dat je ene servet wat meer uitsteekt dan de andere. Omdat die natuurlijk niet helemaal nauw aansluit op de andere zijde. En dat kan zijn omdat het, die dingen zijn gestoomd en gestreken. Dus het kan zijn dat die hier en daar afwijkt. Dat geeft niet. Probeer hem zo mooi mogelijk te modelleren. En ik snap ook dat het lastig is. Dus ik ga rondlopen bij jullie om jullie te helpen. En op de andere servet maak je wat je zelf. Ja, dat ontzettend veel. Kom, je kan ook hier zitten. Ik wil niet aan deze zitten. Kom, Rachel, we gaan er ook zitten. Dat heb ik meer. Ja, mijn mooie boek. Ik ben een kroon. Ben ik ook een piepo? En nu? En nu? Oh nee, meneer, dat kan echt niet houden. Ik zei het, Karine. En heb je dat ding? Hoe weet je dit als je het hoort? Het vaak om te doen, dus hoor. Ja, maar is het dan ook gewoon dat u... Ik ga dit niet 20 keer doen. Nee, meneer, doe dat niet. Ik kan het niet. 2 meter 20. Nou, dit hartje is voor u hoor. Ja, meneer. Hij valt hier om. Voel je het niet? Ja. Oh, nee. Mevrouw, help me. Ik kom. Possible. Dank je. Je hebt hem al. Nu gaat het doen, want nu kwam je. Ik snap het niet meer. Hij is helemaal verpest. Kom hier zo. Kijk, nu kom je. Hoe moest je dat ook weer doen? Inbraaien? Hoe laat kom jij naar Christen? Nee, ik moet haar doen. Ik heb het bijna zitten. Maar Mike en Sam komen ook. Is dan maar eens van Christina. Ze willen ze overmaken. Ik wil dit punt. Ik wil dit maar eens nog halen. Ga ik maar halen zo. Hé, hey Christine, heb jij zilverfolie of zo? Ja. Kan je even maken als je wil. Deze hoort hier naartoe vouwen. En dan mag je die randen even goed aanstrijken met je vingers. Dus ga dan ook langs met je handen. Ja, we moeten allemaal even verwarren. Ja, bewaar je hartje, want die ga je straks indekken. Oké, deze voor mij. Maar dit is een beetje ver uit elkaar. Dit flapje is een beetje een gebroken hart. Broken heart is good. Maar dat ligt niet aan jouw fouttechniek, dat ligt aan de servet. Ook niet elke servet. Gewoon zover je kan. Zonder maar een heel stuk in. I woke up like this. Nee, je moet zelfs het mooie zien. Nou kom jij ook. Dat is als je de hartje nog. Nog een rekenopdracht voor jullie. En die opdracht gaat erover
dat je inzicht krijgt in wat servetten nou eigenlijk kosten. Wat kost dat linnen nou? Wat kost papier? Waarom maken wij als restaurant gebruik van linnen servetten? En wat kost het nou? Het is een leuke opdracht. Oh. Maar omdat we een beetje in tijd willen komen, Mirella, maak even mijn zin af. Omdat we een beetje in tijd nodig komen, dat we ook moeten indekken, doen we die rekenopdracht de volgende keer. En dan sluit ik nu de les af. Ik vond trouwens, Christina, dat jullie het erg goed hebben gemaakt, het hartje.